Goed, wat ik vandaag probeer uit te leggen is dat na lang proberen deze chipset nu toch uiteindelijk de camera kan aansturen. Ik doe dat hier met twee heel amateuristische knopjes, maar het is wel het begin van het doorbreken van veel zoekwerk. Nu, goed, ik druk op dat knoppetje, kijk goed wat er gebeurt naar de camera. En de camera, die gaat inderdaad dus opnemen. Nu bij een tweede keer drukken, dus je ziet hier ook controlelampje voor rec. En nog eens drukken, is rec stop, lampje gaat uit. En ik bewijs het nog eens, de camera, die gaat dus in standby. Op het knopje drukken, betekent dus lampje aan. Nog eens drukken en de camera is uit. Concreet betekent dit dat wij een doorbraak hebben na 3 maanden experimenteren. Deze chipset en dit experimenteerbord hebben uiteindelijk de code van deze Sony HDR SE11 doorbroken. Dit is een nieuw mijlpaal in het bouwen van een volgende generatie Bubblebox. Ik wou dit nog even meegeven. Bedankt voor jullie interesse.